Ja mensen, het is zo spannend. Zo'n vis aandroppen. Is het een goed teken, Goran, of niet? Ja, dit is nog steeds goed teken. Kijk, hij komt kijken. Pak ook deze engel erbij en gaan we hem insluiten, Sjoerd. Ja, hangen. Ook een mooie. Een mooie aanbeving, man. Hallo daar mensen, welkom bij een nieuwe video. We liggen op het Hollands Diep. We gaan pelagisch vissen met een specialist, Goran, waarvan ik de achternaam niet kan uitspreken. Krnjic. Goed onthouden, hè? Ja. We gaan er tegenaan. We zagen wat mooie signalen. Kijken of we die boven water kunnen toveren. Stay tuned. Is het wel goed teken dat ze dicht tegen de bodem aan zitten? Nee, hebben ze liever half water? Eigenlijk niet. Eigenlijk moeten ze los van de bodem zijn en ze moeten ja, het liefst half water zwemmen of zelfs nog hoger. Dat betekent dat ze wat actiever zijn. Dan zijn ze echt in de jachtmodus? Nou, niet altijd, maar het heeft wel een reden waarom zo'n vis omhoog komt. Hij voelt zich dan natuurlijk wat vrij en ja, vaak ook in een jachtmodus. Oké. Ja, het is gewoon makkelijker te vangen dan. Je ziet duidelijk hoe het kunst als ze naartoe bewegen. Bij de vorige vis die schoot meteen weg. Deze blijft hangen. Dat is een goed teken, Goran, of niet? Ja, dit is nog steeds goed teken. Kijk, hij komt kijken. Zo. Ja. Nee joh. Ja mensen, uit het boekje. Dit is prachtig om te zien. Kijk dan joh. Heb je het net nodig? Ja, maar een netje. Heb jij een zuur? Ja. Wow! Nou, eerste vis binnen. Zo! Ah, dat gek! 70ertje denk ik, we gaan hem niet meten. Het is een vrouwtje. Je zit ook de kuit. Oké. Dus we gaan die vis zo snel mogelijk bevrijden en terug laten zwemmen. Prachtige vis. Prachtig ja, visje. Kuit komt eruit inderdaad. Kijk, kuit komt eruit. Dus we gaan hem snel... snel releasen. Releasen! Gaat hij. Zo. Nummer 1. Ja, wat zo mooi is, die signalen die je met elkaar ziet versmelten. En ja, als een soort automatisme kijk je naar de hengel, want ja, dan moet daar dan iets gebeuren. En jawel, bam. Ja. Super kick. En nou ben jij aan de beurt, Sjoerd. Oh god. Je moet ervoor zorgen dat je niet in één keer zakt naar de vis, want dan schrik je hem. Ja, zak maar nu. Zeg, oh. Ja, nou, snel laten zakken, vlak voordat je bij de vis komt, stoppen. Ja. Zo houden. Dan vaar ik nog even naar hem toe. Ik mag nu een vis aandroppen. Dat vind ik wel heel spannend. En, Goran probeert nu de boot. Het is wel een zwemmerd. Hij blijft zwemmen. Dus we moeten even erachteraan. Ik vind dat een goed teken. De vis is echt in de beweging. De vis blijft zwemmen. Blijft gaan. Hoe weet je nou zeker dat het een snoepbaars is? Ik, ja, dat... Dat merk je aan die signaal. Aan het gedrag ook? Aan het gedrag ook, maar vooral aan het signaal. Snoekbaars die gaat van smal naar breed en dan weer naar smal. Oké. Een snoek die blijft eigenlijk heel smal over het algemeen. En ja, meerval is net een kikkervis. Dat is gewoon dik en dan gaat hij heel erg naar smal toe. Hey, Goran, we zien twee schermen. Ja. En dat zijn twee totaal verschillende schermen, of niet? Op de linkerscherm zien we PS-30 natuurlijk. Die kijkt in de breedte van de boot. Die kijkt in dit geval 7 meter naar links en 7 meter naar rechts. Okay. Daardoor weet ik hoe ik mijn boot in de breedte moet positioneren. En de rechterscherm, daar zit een LVS-34 aan en die kijkt in de lengte van de boot. Dat is de LiveScope? Dat is de LiveScope, ja. Als je shed van je signaal zeg maar precies boven de vis zit, dan betekent dat je echt precies boven de vis hangt. En dan is het afwachten op die aanbeet. Natuurlijk heel veel mensen die hiervan zeggen van joh, easy, dit is geen vissen meer. Maar ja, Bo en ik zeiden net al tegen elkaar, als wij deze dag deze boot ter beschikking zouden hebben zonder Goran, zouden we echt nul vangen, 100%. Dat zijn wel dingetjes ja, die... Het is, maar het is net als met alles, Sjoerd. Het is gewoon oefenen, oefenen, oefenen. Ik weet toen ik de spullen 4, 5 jaar geleden heb aangeschaft, Toen ben ik zelf echt 3 weken, 4 weken volop in mijn eentje gaan vissen. En eigenlijk de ene blank naar de andere. Wat ging er in het begin fout dan vaak? Nou ja, vooral omdat je dacht dat je goed boven de vis zat. Maar je zat eigenlijk volledig ernaast. Okay. Pas later, toen ik PS-30 ook heb aangeschaft, toen zag ik eigenlijk wat ik fout deed. Want je kan wel op de LiveScope kan je precies boven de vis liggen. Maar in de breedte lig je dan nog steeds 2-3 meter ernaast. Ja, ja. En nu in de combinatie van die twee kan je zo positioneren dat je echt eigenlijk op centimeter nauwkeurig bij de vis in de buurt komt. En dat zorgt ervoor dat je ook zo'n aanbeet kan uitlokken, zeg maar. Moet ik iets doen, Goran? Nog niet. Dan gaat hij weer die kant op. Nee, haal maar nog een keer in. Het is echt een zwemmer. Een zwemmer. Kijk, hij gaat heel langzaam naar de bodem, zie je? Ja. Ietsje zakken nog. Het is gewoon echt stilhangen nu. Ja, nu even stilhangen, ja. Ja mensen, het is zo spannend. Zo'n vis aandroppen. Ietsje zakken. Ja, hangen! Ja! Prachtig mensen! Zo! Ook een mooie! Gewoon een hele mooie vis! Ja! Kijk dan joh! Lekker maat! Zo! Wat is dit kick zeg! Ja mensen, dus iedereen aan te raden om dit een keer mee te maken. UFX Fishing. Maar dit is zo'n spannende manier van vissen mensen en hij heeft me helemaal naartoe begeleid en ik vind het fantastisch. Echt een wintersnoekbaars, helemaal vol. Heel blij mee Goran. Ja, snel terugzwemmen, ja. Gaan volgende zoeken. We hebben weer een signaal gevonden. Wat ik vaak heb gehoord is dat ze af worden geschikt door een elektromotor of door motorgeluid überhaupt. Ja. Heb jij dat gemerkt bij vissen? Met meerval is het echt zo dat als je boven komt hangen en ze horen die motor, ja, dan is ze gelijk weg. Maar snoekbaars en snoeken ook wel als ze hoger in een hogere lage zwemmen, zeg maar. Ja, en daarom is gewoon van cruciale waarde dat je een best wel stille motor hebt, zeg maar. En dat is deze? Ja, dat is onder andere deze. Yamaha motors zijn motors met 4 cilinder. Ze zijn heel erg rustig. In principe hoor je hem bijna niet voor zo'n motor. Het is toch een 60 pk, dus aardige motor. Voor pelagisch vissen is het heel belangrijk dat je een trolfunctie hebt, zoals deze. Want hiermee kan je toeren verhogen of verlagen, zodat je eigenlijk helemaal niet meer aan je gashendel hoeft te zitten tijdens het pelagisch vissen. Okay. Dus alleen maar naar voren en naar achteren schakelt. En als je die toeren goed instelt, ja, dan gaat het in principe veel makkelijker. Kijk, je kan merken dat ik nu achter die vis aan zit en ik stuur alleen maar naar voren en naar achteren. Het komt omdat ik wat hogere toeren heb ingesteld en die boot haalt die vis zeg maar vanzelf nu in. En daarbij blijft hij heel erg rustig. Want vergis je niet in die motor, hè? Wat wij hier horen, dat is maar 10% van hoe dat klinkt onder water. Hè? Ja, onder water komt er veel meer geluid vrij dan boven water. En daarom zeg ik, hoe stiller, hoe beter. En dat is een 4-cilinder motor, is daar echt... Voor dit soort visserij is 4-cilindermotor echt een must bijna. Een must, ja. Ja inderdaad. Ja. Zeker op zo'n water wat druk bevist is. Ja, zeker. Het valt mij wel op dat die vissen heel veel aan het zwemmen zijn vandaag. Hij is nieuwsgierig, maar hij wil niet happen. Kijk. En nu gaat hij naar de bodem. Is dat vaak het teken dat ze klaar zijn? Oh nee, je zei vaak komen ze dan weer... Ja, kijk, hij komt weer van de bodem af. Maar uit ervaring, dat zijn die grote vissen, die hoeven niet elke dag te vreten. Die vinden het wel goed zo. En daarom vangen we die grote niet zo vaak. Ja, en die zijn veel meer op hun hoede natuurlijk. Ja, inderdaad. Die zijn veel slimmer, die zijn... Beetje net als ik, zeg maar. Ja, zoiets. Is dat een grotere? Het is een grotere, ja, maar niet echt eentje die zin heeft. Kijk, hij draait, zag je het? Ja, ja. Nee. Ah, jongens. Zo, maar hoe... Is dit nou de allernieuwste versie van LiveScope? Ja. Dit is echt niet normaal, want volgens mij zag ik zelfs het worteltje. Ja, en ik heb die beeld nog ineens vergroot, zeg maar. Dus, je kunt het ook nog helemaal inzoomen. Ja, inzoomen doen we dadelijk wel eventjes een keer zien. Maar je ziet de lijn, de vislijn zie je zelfs soms. Zo bloedje scherp. Hij wil hem nog steeds. Zo! Wat kick om te zien. Wat kick om te zien. Dan moet je op een gegeven moment moet je een beetje versnellen. Ja, het is een hele kleine vis, die onthaken we in... Hele kleine vis? Is een, ja, voor pelagisch zeg maar is dit best wel een kleine visje. Ja. Het is een 60ertje of zo. Maar die doen we in het water onthaken. Ik weet niet wat hij aan het doen is. Hij zegt in het water onthaken. Ja, ja. Ik zou ermee op de foto gaan. Gewoon vanuit allerlei hoeken en standen. Profielfoto. Profielfotootje. Voor mijn nieuwe profielfoto van mijn Facebook. Maar deze man die daar denkt, ja... Je moeder halen. Je moeder. Ongelooflijk. Heel veel mensen die denken gelijk... als je pelagisch gaat vissen moet je grote lange sheds hebben. Dat is eigenlijk niet zo, want die grote lange sheds die worden al jaren gebruikt voor pelagisch vissen. En we merken dat het steeds meer dressuur komt op allerlei wateren. Vooral op dit soort wateren waar in een weekend zo'n 200, 300 boten liggen, zeg maar. Ja. Heel veel wordt er al pelagisch gevist. Wat bij mij de laatste tijd goed werkt zijn kleine sheds met schubstaart. Op het moment dat die vis komt kijken, dan begin je heel langzaam te draaien. En door de trillingen van de peddeltuggel, zeg maar, dan trigger je ze om gelijk aan te vallen, zeg maar. Ja. Er zijn wel bepaalde momenten van het jaar dat het veestaart beter werkt. Dat is echt in de wintermaanden als het echt koud is. Dan heb ik het over december, januari. Dan moet het helemaal niet bewegen. Februari, dan moet je het eigenlijk niet bewegen. Dan moet je hem eigenlijk heel erg stil houden. Water is nu niet heel erg troebel. Dan gebruik ik meestal zeg maar donkere kleuren. Ja. Een beetje roodachtig, goud. Dat, naar mijn mening doet dat ze een beetje laten denken aan de grondels. En die grondels, dat is de grootste reden waarom zo'n snoekbaars op de nesten blijft liggen. Want die grondels die vreten altijd kuit op. Ja, ja, ja. En, dus mijn idee is om dan een shed te pakken die daarop lijkt. Ja, dat is nog geen eens uit aasdrang, maar gewoon uit de agressie van kutgrondel. Ja, erop. Ja. Ja, ja, zoiets. Ja, zeg maar. Nog ietsje zakken nu, nog ietsje zakken, ja, corrigeren, juist, zo is goed. Zo houden. Hele grote vis, mensen. Hele grote vis. Super spannend. Hij was op 7 meter en toen zakte hij gelijk naar de bodem. Een klein beetje zakken nog, met het punt van je hengel naar beneden, juist, ja. Ik pak ook deze hengel erbij en gaan we hem insluiten, Sjoerd. Omsingelen die handel. Het is geen ontkomen meer aan. Ook binnenhalen? Hou maar zo. Er zijn er twee of niet? Er zijn er twee nu, ja, maar die bovenste, dat is die grote. Dan komt kleine weer kijken, hè? Hier. Aanbeet. Hebben? Ja, maar dat is die kleine. Kijk hoe groot die andere is. Ja, ja. Die ligt daar nog steeds. Hier. Iets omhoog, Sjoerd. Iets omhoog. Ja, er zit nog steeds. Ja, hangen. Oh, los. Kut. Ja. Kut. Oh, die grote wilde hem hebben. Ja, die wilde hem hebben, ja. Het was een grote vis. Dit was een hele grote vis. Mag ik een tandje van je, Sjoerd? Nee. Shit. Hij was boos omdat we zijn zoontje hebben gepakt. Ja, zo. Oh, jammer man. Dat was echt een 90er, vriend. Ja? Ja. Heel flauw aanbeetje, hè? Ja, klopt. Die grote, dat is meestal heel glad. Die doen het een beetje laconiek daarover. Van, ja, normaal kan je altijd zeggen bij zo'n zonder live kun je altijd zeggen, ah nee, dat was een kleintje. Ja, maar daar vergissen mensen zich in, hoor. Dit was gewoon een hele grote vis. De meest harde aanbeten die we hebben, dat zijn eigenlijk kleinere vissen. Nou, dat overkomt mij nooit, Goran. Nee, dat snap ik. Nee. Echt nog nooit meegemaakt. Was het niet een groot brazen? Oh, nee, die, als het een brazen was geweest, had hij gewoon lekker naar boven gekomen. Was er niks aan de hand geweest. Ja mensen, ik heb dat pelagisch vissen echt vanaf het begin af aan meegemaakt. Maar ik ben nu wel met een van de beste specialisten aan boord geweest, dat is Goran. Ik heb het in de levende lijve mogen zien hoe finesse hij dit aanpakt. Thanks voor deze dag man. Dit moet je een keer beleven. Er is wel eens commentaar op van pelagisch vissen, het is geen vissen meer. Nou, dat is echt lulkoek. En ik zou iedereen willen aanraden om dit een keer mee te maken met deze man. Visgids Rotterdam. Je kunt hem boeken bij UFX Fishing. Dus ja, echt een aanrader. Jullie bedankt voor het kijken van deze video. Hopelijk wat van geleerd. Heb je vragen, stel ze in de comments. En ik zie jullie later bij een nieuwe video. Tot later.